Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video van Bouw en Vermogen. In deze video weer een portfolio update video waarin we gaan kijken hoe mijn portfolio de afgelopen week heeft gepresteerd. Maar daarnaast heb ik ook twee nieuwe aandelen toegevoegd aan mijn dividenddoelen. Nou, wat zijn mijn dividenddoelen? Dat is eigenlijk een lijstje met aandelen waarvoor ik heb bepaald dat ik daar een bepaald bedrag aan dividend voor wil ontvangen per jaar. En daarnaast heb ik voor die aandelen natuurlijk ook bepaald, wat is dan een mooie prijs om die aandelen te kopen. Nou, daar kom ik straks later in deze video op terug. Laten we eerst beginnen met mijn portfolio. Vorige week vrijdag, voordat de beurs opende, was de status hier links het geval. En momenteel maak ik deze video weer voordat de New York beurs is geopend. Dus de New York Stock Exchange. En dus dit is de stand voordat die beurs is geopend. Zoals je kunt zien sta ik toch wel wat honderden euro's hoger dan vorige week. Nou, winstverlies die is eigenlijk vrijwel hetzelfde gebleven. Nou, waardoor komt dat verschil dan? Ik heb een aandeel aangekocht. Daar kom ik zo meteen op terug. Laat ik jullie zien welk aandeel dat is. Dat is één van de nieuwe aandelen die ik aan mijn dividenddoel heb toegevoegd. Maar goed, over dat later meer. Het uitgekeerde dividend is hetzelfde gebleven. Hetzelfde voor de premies. En natuurlijk de gerelateerde winst of verlies. In mijn geval dit keer alleen maar winst. Je ziet alles in het groen staan. Dat is dus allemaal hetzelfde gebleven. Nou, wat is dan een van die aandelen die ik heb aangekocht? Dat is Deer & Company, zoals je hier ziet. Nou, Deere & Company is ook wel beter bekend onder John Deere. Dat zijn die mooie tractoren, die groene tractoren met zo'n gele streep erop. En dat is natuurlijk niet het enige wat zij maken. Zij hebben nog veel meer producten, machines die ze maken. Ik kom dadelijk nog even terug op wat cijfers, wat ratios voor dit aandeel. Maar ik heb in ieder geval afgelopen vrijdag, zoals je ziet, heb ik één aandeel aangekocht voor de prijs van $360,98 en in euro's is dat €335,82. Nou, waarom heb ik dit aandeel dan toegevoegd aan mijn doelen? Dat heeft onder andere hiermee te maken. Nou, het bovenste stukje gaat dus eigenlijk in op de kwalitatieve punten van het aandeel. En als je dan kijkt van moet je dit aandeel al kopen of niet? Nou, dan kijk je eigenlijk al een beetje naar het onderste gedeelte, naar verschillende ratio's. Dit is niet alles omvattend natuurlijk, er zijn ook wel wat negatieve punten. Zo is het een cyclisch aandeel. Dus dat moet je zeker ook mee nemen in je overweging. Er zijn nog meer ratio's, allerlei andere financiële kengetallen. Maar dit zijn toch wel een aantal belangrijke punten die ik mee heb genomen in mijn analyse en waarom ik dit aandeel nu al heb aangekocht. Nou, als we eens even doorlopen, wat zijn dan die belangrijke punten bij dit aandeel? Dus die ik positief zie, want het zijn allemaal groene vinkjes. Nou, een groeiende omzet, dus groeiende revenue. Je ziet dat het jaar op jaar elke keer weer groeit. Dus dat is ook een trend die je op de lange termijn wilt zien. Als bijvoorbeeld de omzet 1 jaar daalt, maakt dat nog niet zo heel veel uit. Als het daarna gewoon weer verder groeit, dan maakt zo'n kleine schommeling van 1 jaar niet uit. Ja, ik investeer voor de lange termijn zoals jullie weten, dus dan kijk je ook niet altijd op 1 zo'n jaar. In ieder geval voor de lange termijn een groeiende omzet. Dan een dalend aantal uitstaande aandelen. Nou, wat houdt dat in? Ze kopen dus eigen aandelen terug. Nou, in het Engels noemen ze dat ook wel outstanding shares. Nou, dat is zeker een pluspunt. En waarom? Eigenlijk wordt jouw deel, jouw aandeel in het bedrijf steeds groter als ze dat doen. Stel het aandeel Deere & Company heeft 10 aandelen die ze vrij hebben gegeven om te handelen op de beurs. En dat zijn ook echt alle 10 aandelen van het bedrijf die je kunt bezitten. Nou, je bezit één aandeel, dan bezit je dus 10% van het bedrijf. Nou, gaan zij 5 aandelen terugkopen, dan bezit je dus nog 1 van de 5 aandelen in plaats van 1 van de 10.
dan bezit je dus niet 10, maar 20% van het bedrijf. Nou, daarom is dat zo'n mooi pluspunt als je dat bij een bedrijf ziet. Dan stijgende bruto en netto winstmarges. Dat is natuurlijk ook een trend die je wilt zien, net zoals bij de omzet. Dat dat blijft stijgen of gelijk blijft. Dat maakt ook nog niet altijd uit. Als het maar niet op lange termijn heel erg aan het dalen is. Dat wil je dus echt niet terugzien. Dus dat ziet er ook goed uit bij D&A Company. Dan een paar ratio's. Debt to equity. Nou, dat kijkt dus eigenlijk de schulden ten opzichte van ja, wat voor assets heb je allemaal. En daar komt dan een ratio uit. Nou, die ratio zit op dit moment rond de 1,8. Dat is rond een all-time low. Dat betekent die ATL. Dan moet ik ook nog even bij zeggen. Al die ratio's hier. Je kunt natuurlijk die ratio's bekijken en vergelijken. Op basis van het gemiddelde of ja, gewoon op basis van de sector. En kijken van nou ligt het lager of hoger dan de sector. Wat ik voor deze video even alleen heb gedaan is om de ratio's te vergelijken met het aandeel zelf. Dus in dit geval, hoe hoog was die debt to equity ratio in het verleden en hoe hoog is die op dit moment? Nou, op dit moment is dat dus 1,8 en dat is dus rond een all-time low. Dus de debt to equity ratio van D&A Company die zat in het verleden een stuk hoger dan die 1,8. Nou, dan kun je daarnaast nog wel afvragen, nou, wat is nou een goede ratio of een slechte ratio? Nou, voor de debt to equity is 1 tot 1,5 over het algemeen goed. Dat verschilt natuurlijk ook per sector. Dus daarom heb ik ook vooral gekeken naar de historie van het aandeel. Maar per punt zal ik ook nog wel even benoemen wat over het algemeen genomen een goede waarde is. Dus in dit geval 1 tot 1,5 is over het algemeen genomen een goede waarde voor de debt-to-equity ratio. Ja, en daar zit hij dus wel iets boven. Maar ja, voor het aandeel zelf is die eigenlijk nog nooit zo laag geweest. Return on equity is 45%. Nou, 45% is vrij hoog, ook voor dit aandeel. In voorgaande jaren zat die wel een stuk lager, als je bijvoorbeeld 10 jaar geleden kijkt. Dus je ziet daar eigenlijk wel een stijgende trend. Afgelopen paar jaar wel gelijk gebleven. Nou, wat is dan over het algemeen genomen een goede return on equity? Nou, return on equity van 15 tot 20% is over het algemeen al goed. Dus je ziet hier dat zij eigenlijk op het dubbele daarvan zitten. Dus ja, dat is echt een enorm mooie return on equity. Dan return on investment. Die is 16,5%. Die is ook vrij hoog voor dit aandeel. Het gemiddelde of gemiddeld genomen kun je zeggen, als je een return on investment van 10% of hoger hebt, dat je dan al goed zit. Dus dat is in dit geval zeker het geval met die 16,5%. Dus dat even voor wat betreft de kwalitatieve cijfers en ratio's. Nou, dan kun je je afvragen, wanneer ga ik dit aandeel kopen? Natuurlijk heb ik al eerder een intrinsieke waardebepaling gedaan. Maar deze ratio's wil ik ook nog even meenemen. Omdat die natuurlijk ook een impact hebben of kunnen hebben op de koers van het aandeel. Zoals de PE. Een hogere PE betekent natuurlijk een hogere koers. Nou, de PE is op dit moment, dus dat is de price to earnings, 10. En die staat echt op een all-time low. Als je kijkt naar de historie van dit bedrijf. Dus ja, dat is echt heel mooi dat de PE zo laag staat op dit moment als je het aandeel wilt kopen. Dan zien we ook een lage price to cashflow ratio. Nou, die staat al momenteel rond de 11. De all-time low is 7. Nou, waarom heb ik dan toch lager erbij gezet? Over het algemeen genomen kun je zeggen, als de price to cashflow 10 is of lager, dat dan een goede ratio is. Dus hij zit daar net boven. Dan een gemiddelde price to sales ratio van 1,6. De all-time low is 0,9. Over het algemeen genomen is tussen de 1 en 2 een goede price to sales ratio. Dus daar zit hij ook tussen. Vandaar de gemiddelde price to sales ratio.
Dan een gemiddelde price-to-book ratio van 4,6. De all-time low voor dat bedrijf is 3. Normaal kun je zeggen onder de 1 is goed. Dus in die zin zou je dan kunnen zeggen dat de price-to-book op dit moment vrij hoog is. Maar als je kijkt naar de historie van dit bedrijf, dan is die op dit moment gemiddeld ten opzichte van de historie. Dus dat is maar net vanuit welk oogpunt je het ook bekijkt. Dus vandaar dat ik dat even expliciet en goed erbij wil benoemen. Ja, daarnaast zie je dat het aandeel op de weekly demand ligt momenteel. Dus dat is een groot prijslevel. Over het algemeen kun je zeggen hoe hoger het timeframe, dus dan bedoel ik dagelijks, wekelijks, maandelijks. Dus hoe hoger het timeframe, hoe sterker de levels. Nou, de weekly is echt wel een heel of vrij hoog timeframe. Dus als je daar een demand en support level hebt, dus support en resistance, dan kun je wel vanuit gaan dat dat vaak vrij sterke levels zijn. Dus vandaar dat ik ook al dit op deze koers het mooi vond om dit aandeel alvast te kopen. Nou, dat even wat betreft de ratio's en financiële cijfers. Nou, dan de dividenddoelen. Je ziet John Deere, die heb ik hier toegevoegd. Maar er is er nog eentje, namelijk Agri Realty. Nou, Agri Realty heb ik al in mijn portfolio, zoals je kunt zien. Dus dat balkje, die staat ook al aardig in het groen. Dus zoals je kunt zien, ik weet het exacte bedrag niet, krijg ik nu zo'n $18 tot $20 per jaar aan dividend al vanuit Agri Realty. Nou, John Deere, die heb ik natuurlijk recent gekocht. Dus die staat net zoals Nike nog op ongeveer 1/5. Wat wil zeggen dat ik nog maar zo'n $5 per jaar krijg. Dus dit zijn de twee nieuwe aandelen. Nou, Agri Realty kan ik ook nog wel een keer meenemen en zoiets als dit laten zien. Ik zal het in de volgende video's ook even doen. Zodat ik elke keer weer een stukje mee kan nemen en ook elke keer van een ander aandeel. En zodat jullie ook elke keer nieuwe cijfers krijgen te zien, nieuwe inzichten. En ik het niet maar blijf herhalen. Dus nu heb ik op dit moment 4 aandelen die in het vakje of in de kolom van $25 dividend per jaar staan. Heb ik er eentje gehaald, ga kijken, wil ik die naar de 50 dividend per jaar zetten of nog niet. Wil ik nog een aandeel toegevoegen, ga ik me focussen op een ander aandeel. En dat hangt natuurlijk ook af van de koers waar het aandeel momenteel op zit. Nou, ik heb aan de rechterkant de 2 nieuwe aandelen toegevoegd. Nou, wat vind ik John Deere dan een mooie koers om het te kopen? Maximaal $380. Een mooie gemiddelde $350. Dus ik heb nu iets boven die $350 gekocht. En onder de $320, dan is het eigenlijk een hele simpele aankoop. Omdat het echt een hele mooie koers is. Kijken we naar datzelfde voor Agri Realty. Dan is $65 de maxprijs die ik voorlopig wil betalen. Ik moet erbij zeggen, deze koersen kunnen natuurlijk wel veranderen. Bedrijven veranderen. Dus de groei of misschien minder sterke groei kan veranderen bij een bedrijf. Allerlei ratios die ik net liet zien. Nou, dus die koersen kunnen veranderen, al zal dat niet snel gebeuren. Voor nu wil ik hem maximaal $65 voor betalen. $55 is een mooie gemiddelde koers. En onder de $45 is echt een hele, hele mooie koop voor een aandeel als dit. Dan als laatste nog even de ETF's waarmee ik voor deze keer af wil sluiten met deze video. Momenteel in de All World ETF €1160 afgerond, sta ik zo'n 8% in de plus. En dan heb ik nog een All World ETF, maar dat is een dividend ETF. €180 heb ik daarin zitten en sta ik ongeveer 2,5% in de plus. Nou, hoe doe ik dat dan? Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, in ieder geval de mensen die mij langer volgen. Bij de bovenste heb ik eenmalig €1000 storting gedaan, omdat dat van de Giro eigenlijk al afkwam. Dus eigenlijk één op één heb overgezet. En nu stort ik daar
wekelijks of koop ik daar wekelijks 25 euro voor bij. En voor de, 10 euro. En voor de FTSE is dat 25 euro per week. Dus dat blijft lekker doorgaan. Blijf ik iedere week bijkopen. En dit is gewoon echt een potje voor de hele lange termijn. Hier ga ik de video dan ook mee afsluiten. Ik heb deze keer wat andere dingen meegenomen die ik in volgende video's ook weer mee wil gaan nemen. Maar dan weer voor andere aandelen. Zodat ik toch een beetje variatie in de video's hou. Andere dingen zoals mijn opties of dividend of rente wat ik heb ontvangen komt dan even in dit geval niet aan bod. Maar ik wil de video's ook weer niet te lang maken. Dus voor nu ga ik het hierbij laten. Wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Als je dit een leuke video vond, geef even dat duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op het kanaal. Wens ik jullie nog een fijne dag. En dan zie ik jullie graag weer terug bij de volgende video. Ciao!